Tilburgse kermis. Ik mag onze enige echte kermiswethouder aankondigen van Tilburg. En dat is Erik de Ridder. Ja, goedenavond, dames en heren. Hebben we er een beetje zin in, de Tilburgse kermis? Ja, we gaan beginnen. We zijn al begonnen eigenlijk om 3 uur, dat weten jullie. We begonnen dit jaar wat eerder, want we hebben gezien afgelopen jaren werd het steeds vroeger druk op de vrijdag. En we dachten, ja, dan kunnen we maar beter zorgen dat de attracties open zijn. Want dan kunnen er nog meer mensen ook al genieten van die kermis en die pretgarantie ervaren die wij altijd willen bieden. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Maar jullie, oh, en dat gaat straks gebeuren. Mooi dat jullie zijn, we gaan een aantal dingen doen op dit moment bij de opening. Daar hoort natuurlijk bij dat er ook prijzen worden uitgedeeld straks. Dus wie wil er een prijs winnen? Kom maar, hier ook. Kijk. Ja, nou, daar worden straks. Hier staan ze. Let's stoppen. Let op, daar zit een nummertje op. Dus als je nou heel snel eet, gooi je hem nou nog niet weg. Dat nummertje heb je nodig. Want hier in deze cabine zitten ook nummertjes. Die gaan zo omhoog worden geblazen. En het is aan mij om daar dan een paar nummers uit te halen. Zodat jullie blij kunnen worden van de prijs die jullie gaan winnen. Komen we straks op. Een van de dingen die ik nog wil zeggen, we hebben de 450ste kermis dit jaar. Een van de dingen is belangrijk dat wij hebben gekozen voor de toekomst van de kermis in te zetten op de verbinding met de stad. En dat zie je als je rondkijkt hier in de stad, zie je bijvoorbeeld al die vlaggen, al die kleuren. Kijk daar bij Interpolis, de mooie banier die daar aan het gebouw hangt. Overal zie je die kleuren en overal willen wij zorgen dat die kermis wordt beleefd en gevierd. En dat kunnen we alleen maar, wij als gemeente, ik als kermiswethouder met het kermisteam, kunnen dat alleen maar als wij verbinding maken, ook met andere mensen. En dat hebben we ook gedaan met ondernemers in onze stad. En het ondernemers van onze binnenstad, Riek, kom er even bij. Riek van der Roet, dames en heren, hartelijk applaus. Kijk, want samen met het ondernemers van ons in de binnenstad hebben wij gezegd, wij willen die schouders ook onder die binnenstad zetten. En daar zijn we hard mee aan het werk de afgelopen tijd. Maar ook in de kermistijd willen we laten zien dat wij trots zijn op de dingen die Tilburg maken. En de kermis is er één van. En dus hebben wij gekozen samen om te zorgen dat ook de etalages van de winkels een extra tintje kermis mee konden krijgen. En het mooie is, dat hebben we niet alleen gedaan, daar is ook Q-Promotions op ingehaakt. En Q-Promotions heeft ook een prijs ter beschikking gesteld. En Nick, je hebt hem alvast. Wil jij zeggen wat de prijs is? De prijs is een tegoedbon van €250 van Q-Promotions. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de winkeliers uiteindelijk helemaal enthousiast bezig zijn gegaan om de etalage ook gewoon prachtig te maken en de sfeer van de kermis in heel de stad te laten zien. En zo is het. Samen maken wij die stad een stukje mooier en dat hebben we nu gedaan. En de winnaar van deze prijs, die wil ik graag naar voren roepen. En dat is niemand minder dan... Ik kijk net snel weg. Runner's World aan de Schouwburgring. Ja, kom maar door. Ja, Jacques. Ja, fit as ever. Gefeliciteerd. En bedankt dat je zo'n fantastische item. Oh, bedankt dat je zo'n fantastische etalage hebt gemaakt. Er zijn heel veel etalages mooi gemaakt. En nou ja, die van jou die sprong er gewoon uit. Ik heb begrepen dat je zo'n zeer creatief aan het knutselen bent geweest. En nou ja, ik kon niet anders stellen dan dat je buitenkijf er binnen al was. Dus proficiat. Dankjewel. En we zijn natuurlijk hier op de Tilburgse kermis niet alleen maar met etalages bezig. Je ziet hier natuurlijk de prachtigste attractie. We staan hier bij een fantastische Hogati. En daar kunnen we allemaal in natuurlijk de komende dagen. Maar ook hier prachtig mooie attracties. We hebben een event of een view tower hier op de heuvel staan. Voor de eerste keer hier première op de Tilburgse kermis. Prachtig mooie attracties waar we allemaal de komende dagen in kunnen gaan. Maar om die kermis nou nog een beetje meer op te leuken, zijn de lekstok een beetje uitgedeeld, team? Of, oh, we moeten nog even door. Ja. Nou ja, dan kunnen we misschien alvast een proefritje maken met de lekstokken die al zijn uitgedeeld. Zullen we dat zo doen? Ja, we gaan een eerste proefritje doen. Aan mij de eer om hier in de cabine te gaan staan. Ik hoop dat ik er ook weer een keer uit mag. En we gaan het eerste nummertje trekken. Dat is voor een eerste aanmoedigingsprijs van de kermisprijswinnaar van vorig jaar. Richard Foods, de oliebollenkraam. Heeft mooi oliebollen ter beschikking gesteld. En die is warm, best van de pers. Dus die kunnen we straks uitdelen. En ik ga eens kijken welk nummertje daarvoor in aanmerking komt. Dus heeft u nog een lekstop? Wat een snel eentje. Dit is wel een nieuw huisje, dit is een klein tegeer. Heel even staan, tot
dat alle zuurstokken zijn uitgedeeld. Ja, dat. Dat weet de wethouder zelf nog niet. Ja, ik heb er nog twee. Hallo. Wethouder. En u de heer. Ik kom niet hoor. Er worden hier de laatste herstelwerkzaamheden gedaan. De verse oliebollen van de kermisprijswinnaar van 2016. Richard Foods, daar heeft ze zelf staan bakken. Die zijn voor nummer 195. Waar is nummer 195? Ja, kijk. En dan moet je vrienden maken, want jullie hebben een zakje mee. Nou, meemaken, erbij zijn, hè? Op de Tilburgse kermis, daar moet je wezen. Een rood computer zit er altijd in de middag. Ja, ik heb hem en toen ik tegen mijn dochters zei dat ik hier in deze cabine zou gaan, zei ze, oh, dan neem ik, wil ik nummer, dit nummer, wilde ze. Maar ik weet niet of ze hem heeft, en zo niet, nou, dan toch heeft iemand anders hem waarschijnlijk wel. Dat is nummer 20. Wie heeft nummer 20? U wint een zak verse oliebollen. Heel achterin. Het is niet mijn dochter. Een gehaktbalmenu. En dan niet zomaar gehaktbalmenu, maar de lekkerste gehaktballen van Tilburg, die vindt u natuurlijk bij de carousel. En ja, daar kunt u dus aanschuiven voor vier personen een mooi gehaktbalmenu. Nou, en daar gaan we nu een nummertje voor trekken. Dus ik zou zeggen, hou die lekstok bij de hand. 30. Vier personen. Ja. Ja, de derde prijs. Het gehaktbalmenu voor vier personen bij de carousel. Voor niemand minder dan nummer 222. En er komen nog meer prijzen aan. Nog twee prijzen te gaan, dames en heren. En na de derde prijs komt natuurlijk nu de tweede prijs. En dat is ook iets heel bijzonders. Dit jaar voor het eerst op de Tilburgse kermis de Sky Lunch. Dinner in the Sky. Concert in the Sky. Ook dit vandaag. Vanavond is er een concert in the Sky. Daarachter kunt u hem vinden. Aan de Bosslaan. Een lunch voor twee personen in the Sky. Dus omhoog, een ongekend hoogtepunt op deze kermis. En ik ga nu trekken welk nummertje het wordt. Nou, wel spannend hoor, dames en heren, jongens en meisjes. Welk nummertje gaat hij trekken? 55. Geen die we willen. De lunch in the sky is voor nummer 244. 244, waar ben je? En achterin. Ja, en die eerste prijs, ja, wij pakken natuurlijk uit hier op de Tilburgse kermis. Een overnachting in een kermiskamer hier in het Mercure Hotel voor twee personen. Houd het nummertje goed vast, we gaan nu kijken wie we gaat winnen. Oh, daar komt hij aan. Ik zou zeggen, pak elkaar goed vast, kijk naar het nummertje. En als er ook staat nummer 101, dan hebt u deze fantastische eerste prijs gewonnen. 101, 101, waar ben je? Van harte gefeliciteerd, u gaat een hele mooie dag tegemoet op de Tilburgse kermis. Jij hebt
helden op de kermis en je hebt echte helden van de kermis. En wij zijn erin gelukt om die verbinding te maken met een van onze absolute superhelden van de kermis. En u kent het liedje allemaal en dat gaat hij straks natuurlijk voor u ook ten horen brengen. Dat is niemand minder dan Ronnie Tober. En dan hoop ik ook dat hij ergens vandaan komt. Hij is onderweg. Ronnie, darling, where are you? Hier ben ik. Wat hebben we over de zomer af? Ja. Leuk die roze. Dat zijn wel fris, hè? Wat leuk. Dag, meneer de wethouder. Een hele goede avond allemaal. Is everybody happy? Ze hebben mij gevraagd natuurlijk om het liedje naar de kermis te zingen. Hebben jullie het een beetje geleerd? Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van de schietent gaan we naar het reuzenrad. Van de pesterd gaan we naar het Koningsplein. Hoewel, het kan ook andersom, hè? Maar u kent het of kent het niet? Oh, nou, we gaan het zo meteen proberen. Ik ga in ieder geval iets doen, dames en heren, want ik vind het ieder jaar geweldig om hier bij de Tilburgse kermis te mogen zijn. Alles is goed. Prima, prima. Ja, lieve schat, we gaan eerst dit liedje zingen, anders breken we... Ik kom zo weer naar beneden. Ja? Oké. Okay. Wij gaan, want het is gebeurd boven in het reuzenrad. En geef muziek! Ze wonden toch haal ik mij niets meer in de kop. Al ben ik met Siska, al wat ik niet verloopt. Thank you.
Maar ik heb hier de wethouder en hij kan groot. Vana. Dit is dat. Van de schietentranen naar de Treuzerland. Van de beste tranen naar de Koningsplein. Hoewel alles wat kan zijn. Ik kies het, waar moet ik nou toch in? Dan zal ik je zeggen, we komen vanavond aan. Ga lopen, begin maar, voor of achteraan. Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van de schieten gaan we naar de Reuzenrad. Van de westen gaan we naar de Koningsplein. Hoewel dat het zo goed ook anders kan zijn. En maandag, ja maandag, dan zie je elkaar weer. De jongens in jurkjes. En we gaan optellen van 3 naar 0 en dan is die geopend. Doen jullie ook mee daarachter? 3, 2, 1, 0. De kermis is geopend. Veel plezier. Tilburg 2017.